Vader dood, moeder neuken, stop de tijd. Dat was echt heel erg snel. Netjes. Hoi, mijn naam is Yannick van der Velde, een van de makers en hoofdrolspelers van de nieuwe serie Duco en Roy, die vanaf 3 december te zien is op NPO 3. En om de personages beter te leren kennen, hebben we vandaag een hele leuke, pikante en misschien soms wel spannende Q&A met niemand minder dan Duco Baartmans. Duco Baartmans, excuus. Excuus aanvaard. Duco, welkom. Enchanté. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Kan ik misschien wat te drinken krijgen? Ik heb een beetje droge waffel. Ja, sorry, ik zie altijd op tv dat dan de celebrities een, iets te drinken. Is er een PA of een personal assistant die dat even voor mij kan... Nee, want we doen het hier allemaal zelf, dus. Low budget. Zal ik een glaasje water voor je halen? Iets sterkers. Oké. Doe maar een Chardonnay. Hoi, mijn naam is Tom van Kalmthout, een van de makers en hoofdrolspelers van de nieuwe serie Duco en Roy, die vanaf 3 december te zien is op NPO 3. En om de personages wat beter te leren kennen, hebben we vandaag een leuke, pikante en misschien soms ook wel spannende Q&A met niemand minder dan Roy Bloothoofd. Ja, ik heb veel te veel gegeten. Roy, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Ik heb 10 onmogelijke dilemma's voor je. Oké, leuk. Ik heb down. Je bent down. Yes. Oké. Chardonnay. Oh, dit is een goed jaar zeg. Welk jaar is dit? Vorig jaar. Dat was een heel goed jaar. Heel veel druiven. Mag die bril af? Nee. Oké, Duco, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Ik heb 10 onmogelijke dilemma's voor je. Ja, oké, maar als het onmogelijk is, dan heeft het niet zoveel zin, want dan is het dus niet mogelijk. Ja, oké, maar het is niet echt onmogelijk. Ja, maar je zei net onmogelijk. Ik heb het je gewoon net horen zeggen. Ja, maar... Nee, ga dan nu niet zeggen dat je niet onmogelijk zei. Jij zei net onmogelijk en dat is onmogelijk. Oké, lastige dilemma's. Lastig. Zwa. Lastig, dat zie ik door de vingers. Maar onmogelijk, dat heeft geen zin. Ik bedoel... Zonde van mijn tijd. Ik ben gewoon nu ook een jongen met een eigen serie, weet je wel. Oh, dat is inderdaad best lekker. Wat zit er nou in? Het is eigenlijk heel simpel. 6 eiwitten, rauw, linzen... Advocado, avocaat, M&M's, klimop, mierikswortel. Ah, mierikswortel. Dat proef ik. Ja, dat is ook het meeste. En dan nog een pond varkensgehakt. En maak je dit dan elke ochtend? Nee joh, gek. Aan het begin van de maand 16 liter. Gaat dat dan wel goed met die rauwe eieren en dat rauwe varkensgehakt? Ja, dan krijg je biocultuur. Dat is goed voor de stoelgang. Oh, nu je het zegt. Oké. Het is de bedoeling dat je heel snel antwoord geeft. Dilemma 1. Of elke ochtend wakker worden in een koud graf en dat je een weg naar boven moet graven. Of dat je de rest van je leven voor elke zin die je zegt gompie moet zeggen. Het is eigenlijk de bedoeling dat je snel antwoord geeft. Nee. Ja, maar je moet kiezen. Ja, maar allebei de keuzes hebben iets vervelends. Dus... Ja, daarom is het ook een dilemma. Ik vind het geen goed dilemma. Kies gewoon iets. Of elke ochtend wakker worden in een koud graf en dat je je weg naar boven moet graven. Elke ochtend wakker worden in een koud graf en dat je je weg naar boven moet graven. Maar je hebt de andere optie nog niet gehoord. Maakt niet uit, man. Door. Dilemma 2. Of dat er de rest van je leven een dun straaltje natte poep zo uit je oor stroomt. Ja, die... Wat? Lekker dit. Hoog tempo. Door. Maar ik ga toch geen gompie voor elke zin zeggen? Ik ben acteur. Dan sta ik op dat podium. Gompie. To be or... Not to be. That's the challenge. Question. That's the question. Potato. To be or to be... To be or not to be. Let's agree to disagree. Helemaal niet. Het is to be or not to be. Vader dood, moeder neuken, stop de tijd. Dat was echt heel erg snel. Netjes. Lunch?
Lekker. Dat kan allebei hoor. To be or to be kan ook gewoon. Prima joh. 4 jaar toneelschool gedaan, nationaal toneel gespeeld, prijzen gewonnen. Maar weet je wat je doet? Niks voor mij aannemen, lekker blijven pielen in de marge. Ik heb het idee dat je op zo'n toneelschool je eigenheid verliest. Je komt daar binnen als een onbeschreven blad en je komt eruit als een soort van robot. Als een goed acteur bedoel je? Weet ik niet. Nou, ik weet het wel en het is to be or not to be. Ik kies dan denk ik voor be. Dit was geen dilemma. Luister, Duco. Nee, jij moet ook eventjes naar mij luisteren. Want ik heb heus ook wel wat zinnigs te melden over jou en je carrière. Nou, ik ben een en al oor. Ken jij Al Pacino? Ja. Maar ken je Leonardo DiCaprio? Ja. Wist jij dat dat niet alleen maar beroemde mensen zijn, maar ook acteurs? Ja, dat wist ik wel, Duco. Oké, maar heb je wel eens een film van ze gezien? Ja, ik heb van allebei deze acteurs alle films gezien. Wat is nou je punt? Heb je misschien een knabbeltje voor mij? Een kaasstengel of zoiets? Nee, dat denk ik niet. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon buiten, binnen, buiten, binnen. En dan kan je variëren met hoog, hoog, laag, laag. Links, links, rechts, rechts. Eigenlijk is dat het gewoon... En je kan er gewoon eindeloos variëren op deze. En als je in een discotheek is, je het niet meer weet... Dan kan je het gewoon meefluisteren en niemand hoort het, want de muziek staat uit, weet je? Dus... Je ziet het niet aan mijn gezicht, hè? Omdat ik het weet. Is het kaasstengel, als in een stengel van kaas? Of is het kaastengel? Dus dat het een soort brutale, stoute vinger van kaas is. En dan kom ik meteen met een vervolgvraag. Zijn er dan tengels mogelijk van andere snacks? Bijvoorbeeld een kiptengel, een varkensstengel... Zijn er vleestengels? Zijn er pindatengels? Ik ga dat eens opzoeken. Pindatengel. Volgens mij bestaat dat niet, of wel? Vleestengel. Oh. Ja, ja, nee, het is wat puntiger. Het is draaien. Hap, 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 maar mee. Nou ja. Ja, ja.